Zo. Hey, leuk dat je kijkt naar Backstage Now. Wat doet Freek Bartels met Frits Sissing in de jungle? De doorloop van Robert Long met hooggeëerd publiek. De bekendmaking van de kaartwinnaars van onze YouTube-actie. Natuurlijk onze hoogtepunten van afgelopen week. Onze wekelijkse social top 5. En een vooruitblik op volgende week. Dit is Backstage Now en hier zie je alles het eerst. Aanstaande maandag begint de cast van Robert Long in het theater in Alphen aan de Rijn om te gaan repeteren in kostuum en decor. Dus was het eerst nog even tijd voor een officiële doorloop met belangrijk publiek. Vandaag is de allereerste doorloop van de nieuwe musical Robert Long bij Stage Entertainment, hier in de studio achter mij. Het hele creatieve team is aanwezig, Albert Verlinde is er en wij van Backstage Now zijn er ook. Het lijkt nu op een voorstelling, omdat jullie er bijna als publiek zitten, maar dat is het nadrukkelijk niet. Het is een doorloop. Ja, veel plezier. Zegt u mij, wat kennen wij voor u? Speelhoorn. Speelhoorn? Ah, nou ja, jongens, dit is ook gekkigheid. Maar kunnen we toch niet een klein beetje van jouw ellende? Ik wou naar Lissabon, Parijs of Barcelona. Er moest een plek zijn waar er op me werd gewacht. Maar zonder met een kaartje beslist niet dat die moeder met een duizendbootje kleur geeft aan het menselijk. Het is een hele spannende voorstelling met ook heel veel intelligente humor. Mijn verhouding met de Vara is uitstekend. Niet dat ze terugbellen. En, maar ook heel ontroerend. Dus ik ben heel erg onder de indruk. Ik vond het heel, heel erg mooi. Fantastische acteurs. Hè? Paul Groot die zo in andere vormen kan duiken en dan even een typetje neerzetten. Jeremy Baker. Het zijn drie fantastische mensen die deze voorstelling doen. Hé, hoe is het gegaan? Ja, goed. Louis spannend, want Christophe was er, de echtgenoot van Robert Long. Dus dat vond ik natuurlijk heel spannend. Het gaat ook over zijn leven. En herkende u veel van Robert? Er zijn inderdaad wel punten die heel herkenbaar zijn. Mm-hmm. Ik vind het ook mooi dat ook in de muziek dat hij af en toe meegenomen wordt. En dat de spanning een beetje opengelaten wordt. En dan de samenwerking die ik dus zag, zeg maar op het toneel hier, samen met Leen Jongewaard. Ja, er zijn toch wel segmentjes zeg maar, die heel herkenbaar waren. Mijn man is buschauffeur, die heeft vrij reizen. Ja, zaterdag gaan we voor het eerst monteren. Decoortje erbij, kleertjes, pruikie op. Pruikie is vandaag permanent. Snor erop, wordt ook nog een ding. Ja. Springt natuurlijk makkelijk los als je veel moet zingen. Ja. En Tom Poeze moet eten. Daar gaat mijn vader. En we zijn vreemden al heel lang. Ik moet zeggen dat iedereen een beetje zo, het grijpt naar de keel, het komt binnen deze voorstelling. En het kan van in een split second van heel mooi ingetogen naar bijna outrageous in shownummers. En Jeremy blijkt te kunnen tappen, wist ik ook niet. Ik ben blij verrast. Afgelopen donderdag waren er, hoe toepasselijk, tientallen tweelingen in het De La Mar Theater. Ze waren uitgenodigd om de voorstelling De Tweeling te komen kijken. En vooraf was er een fotoshoot met hoofdrolspelers Rosa en Hanna te midden van alle tweelingen. Onze reporter Kevin was wel nieuwsgierig naar hoe het voelde om de voorstelling als tweeling te zien. De voorstelling De Tweeling is al enkele weken te zien in het De La Mar Theater. En speciaal voor vanavond zijn er een heleboel tweelingen gekomen om op de foto te gaan met de castleden. Rosa, Hanna en hun jongere versie van De Tweeling. Die mooiste lach op. Ronald is van De Telegraaf. Ja, pagina 3. Even lachen! Oké dan. Wat vind je van de voorstelling? Ik vind het mooi en ik vind dat ze heel mooi samen zingen. En als tweeling, hoe is het dan om dit te zien? Hoe zou je jezelf voorstellen dat je uit elkaar getrokken wordt bij je jeugd? Ja, dat zou best wel erg zijn, denk ik. Het is ook leuk dat wij zeg maar ook tweeling zijn. Dus dat het ook een beetje, weet je, dan zie je een beetje hoe ook het in die musical is. En ook wij hebben ook de film gezien. Dus ja, dan zie je het ook een beetje hoe het nu het toneel is. Het hele item kan je terugvinden op onze website en natuurlijk op ons YouTube-kanaal.
Straks onze wekelijkse Social Top 5, maar nu eerst ons weekoverzicht. De officiële aftermovie van Musicals in Concert. Freek Bartels die zijn tekst wel of niet herkende. Patrick Martens die in zijn broek plast. En de Tweeling Game. Hier een heerlijke compilatie van deze week bij Backstage Now. Freek, ik ben eigenlijk heel erg benieuwd hoe het zit met jouw tekstkennis. Ja, ik ook. Ja, eerste keer Ziggo Dome, ja, het was echt bizar. Ik eis dat jij me al je aandacht geeft. Ik ben eigenlijk een beetje op zoek naar bloopers of zo. Naar bloopers. Nu gaat het komen. Dit is dus waarom Backstage nou bestaat. Sleeper, ja. Lekker Latijn, dat vind ik heel mooi. Oké. Okay. Ik heb eigenlijk in mijn broek geplast. Ja, dat is... Je doet ook alsof je heel goed kan tekenen. Dat zal je zoon maar zijn. Dat zal je zoon. Een petticoat. Okay. Ja, ik denk dat ook dus bij jou meiden. Ik denk ik ga voor meiden. Wel meer goed dan fout. Dus dat is heel goed. Dat is altijd goed. Dat is heel goed. Wij volgen onze musicalsterren op de voet. Ze zijn zeer actief op social media en wij hebben de leukste, mooiste en beste post voor je op een rijtje gezet. De cast van Grease speelt avond aan avond in theaters door heel Nederland en alsof ze het nog niet druk genoeg hebben, doen ze nog van alles naast. Tommy Christiaan bereidt zich voor op het concert dat hij op 30 november in het M-Lab geeft. Ferry Doedens plaatste de poster van de film Sneek Week waarin hij te zien is. En Tim Dausma maakte bekend dat hij een nieuw musicalprogramma voor de AVRO gaat presenteren. Vianne van den Bos heeft het al helemaal druk. Naast de opnames voor de film Heartbeat maakte ze ook bekend dat ze op 17 december samen met onder andere Xander de Boussonnier te zien is in Kerst met de Zandtovenaar. Zo vlak voor een voorstelling is het lekker om nog even helemaal los te gaan, moeten bodyguard-actrices Gaia Eijkman en Cher Koper hebben gedacht. Deze speciale dressing room session is het bewijs. Los gingen ze. Een heldhaftige daad voor twee hoofdrolspelers uit de musical Grease. Tommy Christiaan en Tim Dausma speelden vorige week in Heerlen en dat betekent overnachten op een huisjespark. Op weg naar de bus kwamen ze een schreeuwende vrouw tegen die hulp vroeg voor haar zoon. Daarop schoten Tim en Tommy te hulp en via Instagram laat Tommy weten dat hij de dankbaarheid van de vrouw niet snel zal vergeten. Nog maar 3 weken en Disney's Beauty and the Beast gaat al in première in het Circus Theater in Scheveningen. De voorbereidingen zijn in volle gang hier in de studio's bij Stage Entertainment. Zo begonnen de Jacobjes afgelopen week met repeteren. Maar in het Circus Theater zijn ze ook al druk bezig. Zo laat Laura de Rechterboer op Twitter al zien dat het kledingatelier al helemaal beautyproof is. En was er al op de Facebookpagina van Beauty and the Beast al te zien dat er druk wordt gewerkt aan het technische decor van de show. Natuurlijk volgt Backstage Now de cast op de voet, dus hou ons goed in de gaten voor de laatste update. Afgelopen weekend stond in het teken van musicals en concert en op social media werd er nog volop aandacht aan besteed. Anouk Maas blikte vrijdagavond met William al terug op een gave eerste show. Een speciaal moment was er zaterdagavond toen William Spy aandacht vroeg voor de slachtoffers van de aanslagen in Parijs. Hij plaatste een prachtige foto van een verlichte Ziggo Dome. Op 16 december zet de AVROTROS zich in voor het Wereld Natuurfonds. Onder de titel Zet de aarde op één gaan een aantal musicalsterren samen met Frits Sissing de strijd aan. Zijn team bestaat uit onder andere Vianne van den Bos, Carolina Dijkhuizen en Tommy Christiaan. Ook met Freek Bartels is Frits op reis geweest en wel naar Colombia. Hier alvast een kleine preview. Hi everyone, welcome to the Amazon. Doen. Ik ga een heel lang vliegen. Dus ik heb een nekkussen
een hoog dingetje. Is op zoek naar Zorro is dit. Ja. En dan zet ik deze ook nog op. Ja, ja. En dan mag ik ernaast zeker. Mag jij ernaast zitten? Als abonnee van ons YouTube-kanaal krijg je dagelijks de leukste items, maar je maakt ook kans op hele mooie prijzen. Zo kon je deze week kans maken op kaarten voor Disney's Beauty and the Beast. We hebben 4 winnaars uitgekozen die allemaal 2 kaarten krijgen per persoon. En wie weet zit jij er wel bij? De winnaars zijn Milo Groen, Lihanna Delen, Regina Grijdanus en Zoe Koopmans. Van harte gefeliciteerd met jullie 2 vrijkaartjes voor Disney's Beauty and the Beast. Stuur Backstage Now via Facebook een privéberichtje met al je contactgegevens en wij nemen contact met jou op. Wat staat ons komende week allemaal te wachten? De cast van Beauty and the Beast gaat het theater in. Natuurlijk al het nieuws en de laatste updates van de lopende producties. En een hele leuke herken je tekst met onze beauty, Anouk Maas. Dit was hem weer voor vandaag. Vergeet ons niet te volgen via social media en abonneer je op ons YouTube-kanaal. Fijn weekend, tot maandag!